Mijn mooiste moment van 2019 was dat er een uh, kortverblijfgroep uh, mijn kickbox workshop binnenkwam. En er was een beetje een sfeer waarin werd geruzied. Ze waren ook een beetje naar naar elkaar. en uh, Ze waren druk, een soort van hyper. En die begeleider die kwam naar me toe, echt een beetje zuchtend. En die zei van als deze workshop niet gaat werken, roep maar en dan stuur ik ze allemaal naar een kamer. Dus die was het ook al zat. En ik dacht van nee, ik vond het wel een uitdaging om gewoon met die jongens te gaan knallen. Dus ik zei ook van jongens jullie komen hier voor kickboksen, we gaan vandaag knallen. En toen uh, heb ik veel oefeningen gedaan waarbij, waarbij eigenlijk werd gewerkt aan conditie en waarvoor, waarbij ze veel energie kwijt konden. En een uur achter elkaar zonder al te veel pauze, zonder al te veel praten, gewoon keihard trainen. En je merkte dat langzaam maar zeker jongens echt hun energie kwijt konden en ook anders met elkaar al omgingen. We begonnen elkaar een beetje te, te supporten en aan te moedigen. En er ontstond een fijne sfeer. En aan het einde van die training vroeg ik om iedereen te gaan zitten. Toen heb ik even met ze geademd. Neus in, mond uit. Iedereen werd rustig. Toen zei ik, oké, okay, nu even iedereen gaan liggen. En ik vroeg om iedereen heel even zijn ogen dicht te doen. Dat was een beetje gegiegel. Vonden ze ook wel apart om te doen. Maar toen uiteindelijk was het helemaal stil. En na een minuut ongeveer vroeg ik om iedereen weer overeind te komen. En toen zei ik van... En toen heb ik een korte speech eigenlijk gegeven. Heb ik heb kort verteld uh, hoe, hoe ik zelf in het leven sta. En dat ik ook zei: van, Jongens, jullie zijn nu rond de 16, 17, 18. Voordat ik het weet zijn jullie, ook, zijn jullie mannen. Dus gebruik je tijd gewoon nuttig. En ja, je merkte dat het binnenkwam. En dat jongens ook zelf wat gingen vragen. En zelf wat gingen delen. En uiteindelijk gaf ik iedereen een hug. En iedereen uh, gaf elkaar ook echt een, echt een stevige braas aan, een stevige knuffel. En de begeleider die zuchtend en puffend binnenkwam, die kwam ook nog even een stevige braas aan iedereen geven. Dus dat was voor mij echt een mooi moment. En ik hoop dat die positieve energie lang is blijven doorzudderen uh, in de groep.